bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik echt een leuke video, want ik ga mij compleet opmaken met allemaal kindermake-up. Zulke video's heb ik echt al best wel vaak gezien op YouTube. Was een aantal jaar geleden een hype, of een aantal jaar, 2 jaar terug of zo. I don't know precies wanneer. Maar een heleboel mensen hebben al zo'n video gemaakt. Ik weet niet waarom ik nog nooit zo'n video heb gemaakt. Het kwam niet echt in me op. Ik was het ook gewoon vergeten. En ik heb er echt helemaal niet meer aan gedacht. Totdat ik een comment zag van een van jullie. Waarin een van jullie mij vroeg om dus zo'n video te maken. Om mij op te maken met allemaal kindermake-up. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat worden. Natuurlijk verwacht ik er niet heel veel van. Want het is ja make-up van kinderen. Dus het zal vast niet heel goed zijn. Het is ook super betaalbaar. Maar ik ben toch wel benieuwd of ik met mijn make-up skills er toch wel gewoon iets van kan gaan maken. Ondanks dat het misschien wat slechtere kwaliteit is. Ik ga de make-up ook sowieso niet houden. Als ik klaar ben met de video, ga ik deze make-up aan de kinderen van mijn vriendin geven. Of ja, aan mijn vriendin. En dan kan zij het aan haar kinderen geven. Maar ik ben toch wel heel erg benieuwd hoe het gaat aanbrengen op mijn gezicht. En hoe de look gaat worden. Dus ja, we will see. Ik heb echt geen idee. Als je het nu al leuk vindt, vergeet dan niet om te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 beauty video's in de week. Abonneren kan helemaal gratis hier beneden. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, jongens. Ik heb 2 dingen gekocht. Ik heb heel deze set gekocht. Ik heb het by the way, allemaal online gewoon gekocht bij Intertoys volgens mij. Maar ik zet sowieso beneden een linkje in de beschrijving. Dit is de Isabella Cosmetics for Girls Beauty Dreams Come True set of zoiets. Beautiful you, amazing make-up, oh my god. Met een spiegel, staat ook echt zo hierbij. Super grappig. En het is voor kinderen van 5 jaar en ouder. Dus dit is het dan. Je hebt echt super veel dingen. Je hebt ook wat kwastjes, je hebt oogschaduw, je hebt hier wat lipglosses of wat ook is. Blush. En je hebt hier ook nog wat nagellak. Het enige wat ik dus niet ga gebruiken is de nagellak. Want ja, daar gaan we niet aan beginnen. Maar voor de rest ga ik gewoon zoveel gebruiken als kan. Ik ben super benieuwd. Als extra heb ik ook deze lipgloss set besteld. Kijk hoe cute dit is. Dit is zogenaamd een handtasje. Echt super cute gedaan. Ook dit was voor 5 jaar ouder volgens mij. Maar het staat er niet op. Waarom staat het er niet op? Hoe moet ik dan nou weten voor hoe oud dit is? Alleen voor uitwendig gebruik. Oh, er staat wel niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Ik vind het altijd zo vervelend als mensen praten in maanden. Zo van, ja, mijn kind is nou 340 maanden. Nee, zeg gewoon het jaar. Hoeveel jaar is 36 maanden? 12 is 1 maand. 24 is 2 maanden. 3 jaar. Zet dan gewoon niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar. Ik vind dat altijd zo irritant. Maar oké, whatever. En hier heb je dus 4 verschillende kleuren lipgloss. Ze zijn ook een beetje glitterig. Stel je even voor dat deze make-up gewoon super goed gaat zijn, echt. Als deze make-up goed gaat zijn, dan ben ik echt klaar. Dan stop ik met mijn kanaal, dan stop ik met al mijn video's. Dan mag je mij echt weggooien. Maar goed, dit zijn dus de 4 kleuren. Ik ben best wel benieuwd naar deze kleur hier. Ze zijn ook best wel allemaal glitterig. Lipgloss kan op zich gewoon best wel goed zijn. Ik heb wat minder hoop in dit. Maar in de 4 glossjes heb ik best wel gewoon goede hoop. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb in totaal iets van 14 euro of zo betaald voor allebei. Super goedkoop. Dus ja, heel erg leuk voor kinderen. Als ik kinderen had gehad, dan had ik dit zeker voor hun gehaald. En ja, laten we het even gaan uitpakken. Ik ga even deze grote uitpakken. Nou, dit is het dan. Oh my god, maar hij kan hem volgens mij ook gewoon dicht. Oké, je kunt hem gewoon zo dicht maken. Kijk, Isabella. En dan kan hij gewoon zo mee op reis. Super cute. Dus ja, deze ga ik gebruiken. Ik ga de kwasten niet gebruiken. We hebben dus hier allemaal oogschaduw. Deze kleuren zijn wel de same. Dat vind ik wel jammer. Het was beter geweest als dan hier andere kleuren waren geweest. Wat nou heb je precies hier? Ook gewoon hier, maar oké. Hier heb je 3 glossjes of zo, lipbalmpjes. Je hebt 2 blushes. Tenminste, ik ga ervan uit dat het blush is. En hier heb je nog een lipstick of zo in 3 kleuren. Ik herken dit nog van vroeger. Dan heb je zo 3 kleuren op elkaar en je kunt ze dan zo steeds onderop weer aanbrengen. Dus ja, ik ben hier wel benieuwd naar. En je hebt een spiegel. De spiegel is een inzoomspiegel. Het is niet echt normaal. Oké, en dan deze glossjes. Ook even openmaken. Oké, nou dit zijn dan de 4 glossjes. Ik vind het wel heel leuk dat het 4 hele verschillende kleuren zijn voor de afwisseling. Ze zijn echt best wel klein. Ze zijn echt zo even groot als mijn handpalm, zoals je kunt zien. En de glitter hierop is echt gewoon glitter die echt erop is geplakt. Want het geeft ook af aan mijn vingers. Maar ja, ik vind de verpakking wel echt heel cute. Ik vind dat glitter zo
Heel erg leuk. Nou, oké. Zoals je kunt zien heb ik mijn hele gezichtsmake-up al gedaan. Want ja, dat hebben we niet in kindermake-up. En dan gaan we gewoon beginnen met de ogen, denk ik. Oké, ik weet niet wat voor look ik hiermee ga maken. Volgens mij zijn alle oogschaduwkleuren gewoon mat. Je kunt ook gewoon de blush kleurtjes gebruiken als oogschaduw, of course. Het is gewoon poeder. Ik vind het wel handig dat echt alles erin zit. Dat is wel leuk gedaan. Ik heb ook expres geen blush op, alleen maar bronzer. We gaan even inzoomen op de ogen, zodat we alles beter kunnen zien. Daar zijn we dan lekker ingezoomd. Oh my god. Ik ga beginnen met de gele kleur hier. Ik gebruik hiervoor mijn Zoeva 227 kwast. Oké, er komt niet heel veel van af. Die ga ik gewoon zo hier indrukken. Oh, ik zie gewoon niks. Oké. Mensen, er komt gewoon niks van af. Maar ja, het is wel een hele lichte kleur, dus ik zie letterlijk niks. Kijk. Hier had het nou geel moeten zijn. Ik ga stuk. Ik ga even een andere kwast gebruiken. Ik ga een platte kwast gebruiken, want die brengt meer op. Dit is de kruidvat nummer 5 kwast. Ik pak echt superveel en er komt ook bijna niks op mijn kwast. Ik ga stuk, jongens. Nou ja, ik ga het gewoon ook maar aanbrengen bij het andere oog. Ik ben echt van plan, tenminste, als de kleuren aanbrengen, om gewoon echt gewoon een leuk lookje te maken. Maar als ik zo kijk, denk ik niet dat ik dat doel ga bereiken. Dan ga ik voor de roze kleur hier beneden. Nou, ook helemaal niks. Love it. Misschien moet ik de kwasten gebruiken die erin zitten. Misschien is dat hoe het hoort. Deze. Dat heeft gewoon echt nut. Nou komt er echt meer vanaf. Nog niet echt heel veel, maar dat heeft wel echt nut. Dus je moet gewoon de kwasten gebruiken die dit paletje aanlevert. Kijk, ik zie dat hij echt goed roze oppakt. Alleen, het komt niet echt op mijn oog. Ja, een heel klein beetje. Heel lichtjes. Ik pak dan ook weer die geel. Misschien dat hij dan nou ook beter aanbrengt. Ja, die pakt ook iets beter op. Oké, het is gewoon letterlijk alsof er gewoon niks op mijn ogen zit. Ik snap dat het voor kinderen is, maar kinderen willen toch ook gewoon wel iets zien op hun gezicht? Of ligt er mij? Ik ga gewoon nog meer aanbrengen. Nou jongens, ik zie een heel klein beetje roze. Zien we het hier? Oké, mijn hele planning om er echt iets goeds van te maken is zojuist uit het raam gegooid. Nou pak ik ook een beetje van dit blauw en ook een beetje van het paars. En dat ga ik gewoon een beetje ernaast aanbrengen. Misschien dat die kleuren beter aanbrengen, want ze zijn wat donkerder. Ja, ik zie al wel iets meer blauw, maar het is al echt heel minimaal. Ik ga stuk. Ik druk echt best wel hard hierin, zodat je gewoon echt veel oppakt. Maar uiteindelijk, als ik het ga aanbrengen op mijn ooglid, is er gewoon een beetje zo'n blauwe waas. Ik zie nou wel een blauwe waas, maar nou is het gewoon alsof ik een blauw oog heb of zo. Even kijken, ik pak een beetje van het paars. Paars is al een moeilijke kleur bij normale make-up. Laat staan bij kindermake-up. Maar we gaan het alsnog aanbrengen. Oeh, die is ook echt super hard. Het is gewoon alsof ik met mijn kwast over steen of zo ga. Deze ga ik ook gewoon zo random maar aanbrengen. Ik breng gewoon nou gewoon alles gewoon aan op mijn ooglid en we zien wel. Nou, die kleur breekt ook helemaal niet aan. De beste kleur tot nu toe is blauw, want die is gewoon echt te zien. En dan als laatste ga ik ook maar deze mintgroene kleur hier gebruiken. En die brengt natuurlijk ook weer prachtig subtiel aan. Misschien moet ik het met mijn vinger aanbrengen. Jongens, ik ga mijn vinger gebruiken. Nee, heeft ook niet heel veel nut. Al vind ik wel dat je die kleur best wel gewoon goed kunt zien vergeleken met de rest. Ik pak ook weer een klein beetje roze met mijn vinger. Is allemaal heel erg pastel. Vinden we het niet? Vinden we niet een beetje pastel vibes? Met mijn vinger brengt het gewoon precies aan als met dat sponsje die in dit ding zit. Misschien kunnen we een mooie inner glow doen. Dus dat ik zo hier aanbreng. Welke kleur ga ik daarvoor gebruiken? Ik denk geel. Jongens, ik ga voor geel. Helemaal niks. Ik ga even de blush kleur gebruiken. Even zien hoe die aanbrengt. Misschien brengt die wel super goed aan. Ik ga de kleur hier gebruiken. Nee, de blush wordt gewoon niet. Wat vinden we van de look, jongens? Ik pak weer een heel klein beetje van die blush. Of ja, best wel veel. En dan breng ik het ook maar een beetje op de onderste wimperrand aan. Voor een klein vleugje van roze. Nou, dit was dan het oogschaduwgedeelte van de video. Ik ga stuk. Er komt echt gewoon niks vanaf. Op zich is dat aan de andere kant wel ideaal voor kinderen. Anders, ja, maak ze misschien er iets te veel een bende van. Maar ja, ik weet niet. Als mijn kind met make-up zou spelen. En dan, ja, met name oogschaduw. Dan zou ik wel willen dat ze ook echt een beetje kleur krijgt op de gezicht. Anders is het alsof ze niks aan het doen is. Maar goed, ja, dit is het dan. Ik ga even de ooglook redden met eyeliner, mascara en nep wimpers. En dan gaan we beginnen aan het gezicht. Ik kom zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. Het is gewoon nou alsof ik gewoon geen oogschaduw op heb. Ik moet wel zeggen, ik zie wel een waas van oogschaduw. Zien jullie ook wat ik zie? Je ziet zo'n waas van roze en dan zo blauwig of zo. Ik probeer het gewoon nog goed te praten. Oké, nou wil ik dus blush gaan aanbrengen.
Hier zo. Deze twee. Hier zo. Open. Ja. Deze twee. Het enige probleem is, dit is mijn blushkwast. En dit zijn de blushes. Deze blushkwast is bekend even groot als heel dit ding, man. Ik ga een oogschaduwkwast gebruiken voor blush. Deze grote van BH Cosmetics, nummer 101. Ik ga gewoon deze gebruiken. Al denk ik nou ook weer dat er niet heel veel van af gaat komen, but we will see. Ik ga gewoon allebei de blushes mixen. Mix, 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 mix. Nou, gewoon een klein beetje blush aanbrengen. Ik denk dat ik nou ook weer gewoon zo'n roze waas krijg of zo. Ik moet toch wel zeggen, op zich heeft het best wel nut. Er komt niet heel veel vanaf, obvious. Maar ik zie echt wel gewoon een klein beetje roze. Je ziet oprecht een beetje blush. Kijk, het verschil met nou hier en hier. Hier is niks. Je ziet hier echt zo roze. Oké, nou, dat had ik niet verwacht. Op de ogen heeft het echt geen nut. Maar zo op je gezicht, best wel. I like it. Ik vind de blush echt best wel gewoon mooi. Is dat raar? Nee toch? Ik weet zeker dat jullie ook iets hebben van, dat staat op zich best wel mooi. Kijk dan jongens. Gewoon heel subtiel. Ik hou altijd van heel veel blush, dus ik ben lekker veel aan het aanbrengen. Ook een beetje zo hier op de neus zo. Even nog een klein beetje hier forceren. Ik doe gewoon hier ook een beetje. Kijk, ik zie nou ook hier echt wel roze. Oh mijn god, ik weet niet waarom nou ineens met een andere kwast of zo het beter werkt. Nou is het gewoon alsof ik een hele soft roze make-up look op heb gedaan. Cute. Enige wat ik niet heb ook weer is highlighter. Dus ik ga even eentje gebruiken voor mezelf. Ik ga dit paletje van Beauty Bay gebruiken. Deze. En dan ga ik even kijken deze kleur hier beneden gebruiken. Want die is ook een klein beetje rozig. Shine Bright heet die. Oké, nou ik heb weer een mooie glow op mijn gezicht. I love it. Dan is het nu tijd voor de lippen. Voor de lippen heb ik een heleboel. Ik ga eerst de dingen gebruiken die hierin zitten. Ik ga even beginnen met deze stick hier. Dit is dus zo'n lipstick met zo drie van die kleurtjes. En je kunt dan gewoon zo trekken en dan heb je een ander kleurtje. Ik ga ze even swatchen op mijn hand. Oh, er komt helemaal niks vanaf. Oké, ik heb alle drie de kleuren hier geswatcht. De enige die je ziet is deze in het midden. En dat is dus deze in het paars. Dat is de enige die je ziet. De rest zie je niet. Dus toppie. Ik ga even gewoon voor de grap die andere gebruiken die je niet kunt zien. Deze in het rood. Hij voelt super droog aan. Oh my god. Nee, je kunt echt niks zien. Ik ga gewoon die aanbrengen die je wel kon zien op de swatch. Deze in het paars. Nou, dit vind ik op zich best wel cute. Best wel een leuke kleur. Matcht ook gewoon met de algehele make-up look. Oké, dan ga ik deze drie glossjes gebruiken. Ik begin eerst even met deze rode. Oh, ik had de blushkwast moeten gebruiken die erin zat, jongens. We hebben gewoon een blushkwast. Nou ja, whatever. Ik ga dit kwastje gebruiken voor die lipsticks. Ik ga beginnen met de rode, de meest felle. Oeh, het heeft echt veel glitter. Dit bracht een stuk beter aan dan die stick van net. Het heeft ook weer niet echt heel veel kleur, maar wel best wel veel glitter. Zien we dat? Het is gewoon een heel licht glitterig crempje of zo. Zo lijkt het een beetje. Ik ga even die kleur ernaast aanbrengen in het midden. Oké, nou die heeft nog minder pigmentatie, maar ook weer die heel veel glitter. Dit is echt best wel leuk voor kinderen. Ik denk dat heel veel kinderen dit wel heel leuk zouden vinden. Zo lekker van dat glitter op de lippen. Ik ga ervan uit dat dat altijd kinderen wel aanspreekt. Oké, dan is in principe alles gebruikt in dit paletje. Kan ik het zo noemen? Dan ga ik even verder met deze vier lipglossjes. Ik ga beginnen met gewoon deze nude. Er zit wel superveel glitter in weer. Lijkt een beetje op wat ik net op mijn lippen had. Ik ga gewoon beginnen met deze. Nou, dit is echt oprecht gewoon best wel mooi. Dit vind ik tot nu toe het beste voor de lippen. Alleen, je voelt de glitters gewoon. Ik ga helemaal stuk. Je voelt gewoon dat er gewoon van die losse korreltjes van glitter op je lippen zitten. Dat is wel echt hilarisch. Oké, nou die is aangebracht. Ik ga even de andere aanbrengen. Dan ga ik deze fel roze aanbrengen. Hebben ze ook een naam? Nee, ze hebben geen naam. Er staat gewoon overal op lipgloss en meer niet. Oeh, deze ruikt heel lekker naar snoep. Nou, ook weer niet heel veel kleur, maar je ziet echt absoluut wel een klein beetje roze. Dus deze kleur zit er echt wel een klein beetje in. Alleen komt er weer niet heel erg van af. Je kunt al die glitters weer compleet voelen op je lippen. Oké, dan deze, de beetje lichte roze nude kleur. Die matcht denk ik het beste met de hele make-up look. Nou, hier zie ik de kleur echt bijna helemaal niet. Het is gewoon alsof er gewoon geen kleur in zit, terwijl er wel meer kleur in zit dan deze. Ook hier voel je de glittertjes weer zitten op je lippen. Maar ook nu vind ik het gewoon wel mooi. Het is een beetje alsof ik een glitterige lipolie op mijn lippen doe. Zo voelt het een beetje. Oké, en dan nu de laatste, de meest heftige, deze paarse.
Oké, ook weer hier niet echt heel veel pigment. Deze heeft wel echt heel weinig pigment. Voor zo'n paarse kleur. Ik zie echt gewoon totaal geen paars. Die het beste was deze. Want die was echt best wel gewoon roze. Deze is echt... Ik had verwacht dat ik echt wel een beetje paars zou zien. Maar helaas, ik denk dat het voor kinderen ook wel leuker was geweest als er echt wel iets meer kleur van afkwam. Dat ze toch wel een beetje kleur zien op de lippen. Nou jongens, dan is de hele look helemaal af. Wat moet ik er nog over zeggen? De make-up look is uiteindelijk best wel mooi geworden. Maar het is niet mooi omdat de kwaliteit zo goed is. Maar gewoon omdat het zo slecht is dat het gewoon lijkt alsof ik niks heb op mijn gezicht. Dus ja, op die manier is het eindresultaat ook gewoon mooi. Dit paletje is wel echt super cute. Wat ik het beste vond was absoluut de blushes. Deze twee blushes hier. Ik vind het echt best wel mooi gewoon zo op mijn wangen. Ik vind het ook zo hier mooi in mijn crease. Dus de blushes vind ik echt heel erg cute. Raad ik het aan voor een kind, ja. Voor een volwassene niet, maar voor een kind is dit gewoon echt heel erg leuk. Ook omdat je echt zoveel hebt. Je hebt oogschaduw, lipglossjes, lipstickje hier, blushes, kwastjes. Ja, en de glossjes vond ik ook heel erg cute. Ik vind ze echt best wel mooi. Het is ook niet dat ik nou iets heb van, oh, ik ga het er gelijk afhalen. Het zit gewoon best wel fijn op de lippen. Het is wel een beetje apart dat je de glitters kunt voelen. Maar als je gewoon zo praat, voel je ze niet. Het is echt pas als je met je lippen echt op elkaar gaat. En hoe vaak ga je nou met je lippen op elkaar door de dag heen. Echt bijna nooit. Dus ja, de glossjes vind ik, ondanks dat ze niet heel veel kleur hebben, echt best wel gewoon cute en fijn. Dus deze zou ik ook wel echt aanraden voor een kind. Ik ga gewoon even een beetje van die roze aanbrengen. En ja, al met al vond ik het best wel cute. Ik heb zoiets nog nooit gedaan. Dus ik was echt heel erg benieuwd hoe alles zou gaan zijn. Ik had niet per se verwacht dat er echt zo weinig pigment in zou zitten. Nou, zoals altijd hoop ik ook weer dat jullie hebben genoten van de video. Vond je het leuk? Laat het me even beneden weten in de reacties. Ik ben ook altijd heel erg benieuwd naar wat jullie van de video vinden. Want ja, daarvoor doe ik al deze moeite. Nou, vond je het leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn hoofd hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!